Mediawerkers die deze week hebben deelgenomen aan de Mediaweek van mijnbouwbedrijf Nieuwmont hebben gisteren tijdens het bezoek aan de Merianmijn kritische vragen gesteld aan de directie. De mijn ligt in het district Marowijnen. Het verslag komt van Aranza Swedo. Tijdens diverse presentaties viel de opmerkelijke band op tussen Nieuwmont en de kleinschalige goudzoekers in het gebied. Senior Director External Relations Shirley Soma Sumter geeft aan hoe deze band is ontstaan. Er zijn ASM'ers in ons gebied en we monitoren hun bewegingen. En het is niet een ideale situatie, dat beseffen we. We proberen het te managen en we proberen daarbij de toegezegde steun. Want er is een overeenkomst tussen Suriname en Nieuwmont, waarin afspraken zijn gemaakt. En we gaan ervan uit dat de overheid van Suriname, de regering van Suriname, de afspraken naleeft onder de Mineral Agreement, waaronder de bescherming van eigendom en mijnbouwrechten. De mijnbouwsector staat veelal bekend als een mannenwereld. Algemeen directeur Wilfred Visser zegt dat Nieuwmont middels een speciaal programma probeert hierin verandering te brengen. Wij willen graag meer vrouwen in het bedrijf. 16% is wat we op dit moment hebben. En we geloven erin dat een divers team een beter team is, betere besluiten neemt en een prettigere plek is om te werken voor iedereen. We hebben verschillende programma's om te proberen meer vrouwen binnen het bedrijf te krijgen, maar daarnaast ook om te zorgen dat die vrouwen binnen het bedrijf, dat we die kunnen behouden. Dus dat ze niet na een tijdje weer weggaan. En dat ze zich blijven ontwikkelen om op alle niveaus en alle afdelingen van het bedrijf bezig te zijn. Een onderdeel daarvan is dat we voor alle vrouwen in stafposities een persoonlijk ontwikkelplan maken. Om te kijken van wat zijn de volgende stappen in je carrière en wat kunnen we doen om daarbij te helpen als bedrijf. Om die manier mensen te laten doorgroeien. Daarnaast zien we dat we nu heel veel vrouwelijk talent hebben in onze camps en housekeeping afdelingen. En veel van die vrouwen die kunnen veel meer dan wat ze op dit moment doen. Dus we willen hen helpen om door te groeien binnen het bedrijf. Visser gaf verder aan dat het bedrijf het werkgebied zoveel mogelijk probeert terug te brengen in de oorspronkelijke staat. Door middel van het planten van nodige bomen hopen zij bij te dragen aan het verantwoordelijk omgaan met de natuur. Met het bezoek van de mediawerkers aan de Merianmijn werd de Mediaweek van het mijnbedrijf afgesloten.